Hi Stier, leuk dat je kijkt naar een korte weekhoroscoop van de Amandala. En deze week is het voor week nummer 20. Het is van maandag 11 mei tot en met zondag 17 mei. Dus dan de kaart geschud om te kijken wat deze week voor de Stier gaat brengen. Dan lijkt het Stier alsof er eigenlijk iets dubbel gaat gebeuren. Ik heb het idee dat er een bepaalde situatie uit het verleden ineens weer omhoog kan komen. Dat lijkt in eerste instantie te zorgen voor wat verdriet. Dat verdriet, dat doorga je, of je moet ergens afscheid van nemen om een nieuw begin te gaan beginnen. Maar dat nieuwe begin, dat ligt er eigenlijk ook. Het lijkt alsof er best wel wat zaken gebeuren die op het gevoelsleven van toepassing zijn. En ik denk dan ook dat er echt wel wat gebeurt in je innerlijke wereld. Maar je ziet de kans wel en je wil de kans ook echt aangrijpen. En ik heb het gevoel dat op het moment dat je heel bewust gekozen hebt en dus weet dat je ergens afscheid van moet nemen, dat er eigenlijk een gevoel van rust over je komt. En dat geeft je weer superveel energie om te kijken naar de toekomst. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En dat je sowieso een super fijne week.